Goeiedag, je kijkt naar Gommers en de Koning. Mijn naam is Robin de Koning. En ik ben Patrick Gommers. We hebben vandaag twee gasten aan tafel, dat zijn Farida en Santana. En we hebben vandaag allemaal verschillende onderwerpen voor u. We gaan het hebben over geweld op scholen in Rotterdam. We gaan het hebben over op jezelf wonen. En we gaan het hebben over de politiek. Laten we beginnen met te veel geweld op scholen in Rotterdam. Hoe komt dat? Dat het zo veel geweld is op scholen in Rotterdam, Farida? Wat denk jij? Ik eerlijk gezegd geen idee. Misschien heeft het met opvoeding te maken. Ja, maar je ziet echt, als je Rotterdam vergelijkt met andere steden, dan zie je toch wel dat in Rotterdam ook echt veel meer gebeurt en zo. Hoe denk jij erover, Santana? Ik denk dat in Rotterdam ook wel veel meer leerlingen op school zitten dan andere steden. In andere steden heb je gewoon minder mensen die daar wonen. Ja, dat ook. Maar dat wil toch niet gelijk zeggen dat het gelijk agressiever moet zijn? Als er meer mensen op een... Nee, dat niet. Maar ik denk dat wij hier ook gewoon... Ik heb zelf ook in Middelharnis bijvoorbeeld op school gezeten. Dat zijn hele kleine scholen. Daar ken je gewoon iedereen. En net als bij ons op school op de Haastrechtstraat. Dat zijn gewoon hele grote scholen. Dus ja, ik denk dat dan gewoon sneller geweld voorkomt. Als die school uit meer leerlingen bestaat en groter is. Maar voelen jullie je dan wel veilig als jullie op school zijn? Ja, we hebben ook beveiligers rondlopen. Dus, en niemand van buitenaf kan sowieso binnenkomen omdat we ook poortjes hebben. Ja. Dus. Hebben jullie wel eens geweld meegemaakt op je school? Eén keer vanuit het raam. En toen stond ik ernaast. Ook zelf een keer bij betrokken geweest, bij een vechtpartij? Nee, ik ben meestal degene die mensen uit elkaar haalt. En ik ben niet zo'n gewelddadige persoon. Ja, en wat is volgens jullie nou de beste manier om gewoon dat geweld tegen te gaan op die scholen? Beveiligers. Ja, en op tijd ingrijpen. Als je ziet dat er al problemen zijn tussen bepaalde jongeren, dat je gelijk al ingrijpt van, joh, wat is er aan de hand? En stel jij komt op een school, net zoals bij Albert de Haastrechtstraat, hebben ze van die poortjes. Mm. Als je op het eerste blik, denk je dan van, oh, waarom zijn die poortjes hier? Moet ik wel op deze school gaan? Of denk je juist van, dat is veilig? Nee, ik denk juist dat het veilig is. Want dan kunnen mensen bijvoorbeeld die drugs willen handelen of dergelijke niet naar binnen komen. Ja. Dus ik vind het juist wel veiliger. Maar de eerste indruk die je ervan krijgt, is inderdaad wel een beetje zo van, oké, waar ben ik beland? Ja. Maar als je uiteindelijk daar zelf op school zit, dan zie je ook dat er gewoon niemand van buitenaf kan binnenlopen. Ik bedoel, je kent de mensen van je school, je weet wie er binnen zijn en ja, dat is het. Ja. Dus wat kunnen we eraan doen? Dat zijn, jullie zeggen, beveiliging. En dan dus nog meer poortjes, maar wordt het dan niet langzamerhand een gevangenis of iets? Maar die poortjes zijn natuurlijk ook handig dat inderdaad als er brand uitbreekt of iets dergelijks, dat ze ook gewoon weten wie zijn er binnen geweest en... Ja. Wie zijn er alsnog uitgegaan? Dus die poortjes die zijn er niet voor niets. En ook niet alleen voor het geweld. Maar inderdaad, ja, die beveiligers die vind ik gewoon fijn op school. Dat die er wel aanwezig zijn. Ja, en ja, laatste tijd zie je ook dat steeds meer wapens in het spel komen. Hoe komt dat volgens jullie? Ik denk dat het makkelijker is om eraan te komen. Ja. Ik denk ook dat de hogere mensen die er nog überhaupt iets op over kunnen zeggen, dat die het ook een beetje door de vingers gaan laten zien. Mm. Laten glippen. Ja, en denken jullie dan nog de games een invloed erbij hebben of films? Ja, tuurlijk. Je ziet natuurlijk veel geweld. Ik bedoel, ik speel zelf geen games daarmee, maar op films zie je ook gewoon veel geweld. En ik denk dat als je een klein kindje daarnaar laat kijken, dat ze daar toch wat van gaan opsteken. Op een slechte manier. Zou het niet helpen dat als er geweld is op school, dat het zwaarder bestraft wordt? Zou dat niet beter zijn gewoon? Dan zou er misschien mindering in komen. Hoe denken jullie daarover? Ja, misschien is dat wel zo slim, ja. Maar ik denk dat als je ruzie hebt met iemand, dat je niet gaat denken van, oh, ik krijg straf. Mm-hmm. Dus Het gebeurt gewoon. Ja. Ik denk dat ze gewoon op tijd moeten ingrijpen. Als ze zien dat mensen al een beetje aan het bekvechten zijn, dat ze gelijk ingrijpen, even met hun allebei praten en kijken of ze eruit kunnen komen. In plaats van wachten op het laatste moment totdat de mensen worden neergestoken of dergelijke. Ja. Zover hebben we het gehad over geweld op scholen. We gaan nu naar het volgende onderwerp, dat is op jezelf wonen. Wonen jullie op jezelf? Ja, ik woon al een jaar op mezelf in Rotterdam. En hoe bevalt dat? Zwaar. Zwaar? Ja, het is wel fijn dat je gewoon alles zelf mag beslissen. Dus je hoeft niet meer aan je ouders te denken van, oh, ik moet op tijd thuis zijn of wat dan ook. Dat is wel fijn, maar je merkt ook hoeveel je ouders eigenlijk voor je doen en... En hoe doe je dat met eten? Zelf koken. Altijd? Iedere dag?
Nou ja, af en toe dan haal ik wel wat. Of samen met mijn huisgenootjes. Dan koken we samen of iemand van ons drieën. Ja. En Santana, woon jij op jezelf? Nee, ik woon op dit moment samen. Ik ben eigenlijk vanaf mijn 16e bij mijn ouders weg. Mijn vader was natuurlijk al eerder van mijn moeder gescheiden. Daarna ben ik bij mijn opa en oma gewoond tot mijn 19e. En nu woon ik samen even tijdelijk, totdat ik een kamer kan vinden in Rotterdam. Dus. Zouden jullie ook wel eens weer terug bij je ouders willen zijn? Om gewoon daar weer je prakkie te halen? Of? Ja, tuurlijk. Het is wel zo makkelijk, maar je weet wel om zelfstandig te zijn. Ik ben ook pas net een week weg, dus. En er wordt nu nog steeds voor me gezorgd. Okay. Door de vader van mijn vriend. Dus daar weet ik zelf nu nog niks van. Maar ik kan me best wel voorstellen inderdaad dat als je iedere avond je eigen eten moet maken, dat je nog wel eens naar huis wil om even lekker makkelijk aan tafel te gaan zitten. En, dus je bent op jezelf, maar eigenlijk nog niet op jezelf? Nou ja, ik woon gewoon nu tijdelijk samen met mijn vriend en zijn vader woont er dan gewoon ook. En ik wil wel gewoon op mezelf gaan op kamers, maar het was nu even een noodoplossing. Mm. Zal ik maar zeggen, mijn paard is verhuisd. Dus ik moest ook gelijk mee, anders stopt mijn paard in Rotterdam en ik in Hellevoetsluis. Okay. Dus vandaar dat ik nu even samen woon tijdelijk, dat is eigenlijk... Ja. Dus ja, daarna zie ik het wel. En Farida met de huur, is dat allemaal, iedere maand gaat dat goed? Jawel, ja. Je hoeft niks te lenen of iets? Of... Ja, je moet wel echt een bijbaantje hebben, want anders red je het niet natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, natuurlijk, je krijgt ook schulden, ik bedoel... We zijn jongeren, kunnen goed met geld omgaan. Het spreekt voor zich, houden van shoppen, vooral vrouwen. Ja. Dus ja, af en toe schulden, maar ik werk eraan. En heb je nog genoeg vrije tijd? Omdat je zoveel moet werken voor je huis, heb je nog wel vrije tijd om te shoppen? Jawel, daar maak ik wel tijd voor. Ja, ja, en dan schulden en dan... Ja, en met hoeveel mensen woon je nou op in een huis? Ik zelf woon met 2 meiden. Ja. En... ja, dat was het. En de huisbaas die woont de straat verderop. En nu wordt ook verdeeld gewoon onder jullie dan? Nee, je betaalt eigenlijk per kamer, heeft iedereen eigen huur. En zijn jullie dan ook vriendinnen allemaal? Of is dat gewoon vriendschap? Ja, we zijn echt heel close geworden met z'n drieën. Dat is echt heel mooi. Dat het heel goed klikt tussen ons drieën. Dus dat is wel zo fijn. Oké. En Santana, jij zei dat je met je vriend samen woont. En dat is nu, hoe lang... In totaal? 2 weken. 2 weken. En hoe bevalt dat? Want dan zit je ineens met je vriend op zijn lip, hè? 24 uur per dag. Ja, dat wel. Maar aan de andere kant, ik doe heel veel aan mijn hobby en sport. Dus zodra ik, zal maar zeggen, hier de deur uitloop om, weet je wel, als je om 5 uur klaar bent of dergelijke. Nou ja, dan ga ik mijn paard rijden. Nou, dan ben ik om 8 uur 's avonds thuis. Dus het is niet dat we echt heel de dag samen zijn. Kijk, hij gaat wel meestal altijd mee, hoor. Maar ja, soms heb je wel irritaties. Het is wel, maar aan de andere kant, als je 's ochtends wakker wordt, er ligt wel weer iemand naast je. Dus dat is wel gezellig. We gaan nu naar het volgende onderwerp. Dat is politiek. Nou, dames, zijn jullie, houden jullie bezig met politiek? Eigenlijk niet, nee. En jij, Santana? Ja, soms wel. Vooral als de verkiezingen komen, dan ga ik me wel even erin verdiepen van waar wil ik op stemmen. En ja, de laatste tijd natuurlijk met Geert Wilders. Ik bedoel, je volgt het nieuws wel, omdat je wel weet wat de ontwikkelingen zijn. Ja. Ik stem ook, maar voor de rest, het is niet dat ik me echt zwaar erin ga verdiepen of zo. Hebben jullie de laatste keer gestemd? Of wat heb jij gestemd, of is dat privé? Nee, ik heb op GroenLinks gestemd. En voor welke reden was dat precies? Vooral omdat ze voor jongeren staan. Dus, En jij, Santana? Ik heb ook op GroenLinks gestemd. Ook omdat ze zijn gewoon veel voor jongeren, voor het openbaar vervoer, voor het milieu en ook voor de studiefinanciering. En is dat sinds dit jaar of stem je al vaker op die partij? Eerlijk gezegd, eerste keer. Eerste keer dat je ging stemmen? Of? Ja, eerste keer dat ik ging stemmen, ja. En, voor mij de tweede keer. En ook op GroenLinks. Oké, dus jullie zijn wel standvastig qua partij dan? Zijn er ook partijen waar jullie absoluut nooit op zouden willen stemmen of nooit op zouden stemmen? Geert Wilders. Ja, wat is daar nou echt de reden voor? De echte reden? Nou, ik vind gewoon zijn meningen niet goed genoeg. Ik vind dat hij gewoon met onzin komt. Okay. Racistisch en discriminerend. En ook geen goede punten, volgens jou? Ja, misschien heeft hij wel een paar goede punten. Maar als je kijkt naar al zijn negatieve punten, dan vind ik niet dat het opweegt tegen elkaar. Ja, ik vind... hij heeft heel veel goede punten. Alleen het is de manier waarop hij het brengt. Hij brengt het met zoveel haat... Dat je op een gegeven moment, als je hem hoort praten, dan raak je gewoon geïrriteerd. En dat is eigenlijk het probleem. Als hij het gewoon een beetje op een respectvolle manier kan brengen. Ja. Van joh, moslims zijn dit en dat. Dan
denk ik dat heel veel mensen hem beter zouden begrijpen dan met zoveel haat. Want op die manier veroorzaakt hij alleen maar meer haat. Ja, en dus door die haat vergeten ze de andere punten die gewoon normaal zijn. Ja, en dan staat alleen maar dat haatpunt bovenaan de krant. En ja, maar ik vind denken dat jullie ook dat de politiek nou echt speelt onder jongeren? Of? Nou, nu wel met hem erbij. Met hem erbij, ja. Ja, het is wel zo. Dus hij maakt het eigenlijk toch ook weer een soort van aantrekkelijker. Voor... Ja, maar eigenlijk op een negatieve manier. Want ik denk niet dat er heel erg veel jongeren zijn die op Geert Wilders stemmen. En anders, ja. Dus hij heeft veel stemmen gehad, dat is gewoon zo. Ja. Waarom weet ik ook niet. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ja, ik weet niet waarom. Ik zou er niet, gewoon niet op stemmen. Ja, en nu zijn met de politiek zijn ze heel erg bezig om een formatie te vormen. Volgen jullie dat ook? Of er nou echt wat er nou uit gaat komen? Daar ben ik niet? Mee gestopt. Ja, ze blijven zo bezig. Ja, je leest iedere dag lees je zo ongeveer weer wat anders. En het is echt al vanaf dat ik op vakantie ben geweest bezig. Dus ik heb zoiets van, ja, ik zie wel gewoon wat er gebeurt. We hebben er nu toch geen macht meer over. Ja, en hoe denk jij erover? Ja, precies hetzelfde. Dat heeft geen zin. Je ziet het wel. En stel, je wordt straks weer opgeroepen om naar de stembus te gaan. Voor de tweede keer. Ga je dan? Dan ga ik. Ja. Alsnog? Ja. Om gewoon weer GroenLinks te steunen. Ja, ik denk het wel. Nou. Oké, dit was Gommers en de Koning. Wij bedanken onze gasten Santana en Farida. En de volgende keer zijn we weer met drie andere onderwerpen. Tot ziens.